Michiel, welkom. Xavier, goedenavond. Ja, het is een keer iemand anders hier achter een bar, hè? Mag je zeggen, ja. Wat wil je om te drinken? Wat kan ik je aanbieden? Lange spuitwater. Spuitwater? Oké, komt eraan. Michiel, hoe lang zit jij eigenlijk al in de redactie van Deus Ex Machina? Sinds 2016, dus nu 5 jaar. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen of, hoe ben je erbij gekomen? Hoe is dat gaan? Wel, eigenlijk gewoon door eens koffie te gaan drinken met Jan Polet, een van hun medewerkers. En dan later dat jaar mijn eerste voorstel in te dienen. Het jubileum van de Angry Young Man in de UK. Tot mijn eigen stomme verbazing mocht ik meedoen en ik ben gebleven. Sindsdien ondersteun ik mee de redactie, schrijf ik zelf al eens iets, help ik mee zaken organiseren. Ik ben het mannetje van alles, denk ik, en dat bevalt me prima. Oké, mooi. Hier is je water, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je. Dat is het laatste nummer. Dat is het laatste nummer, ja. Mooi, ik ben benieuwd wat je van gaat vertellen aan tafel. Ik zou zeggen, neem plaats en tot zo. Dank je wel. Dag Michiel. Dag Joran. Van Deus Ex Machina. Helemaal. God uit de machine. Waar God komt die naam vandaan? Als ik het wist, hè, als ik het wist. Dat is een twistpunt op de geschiedenis van ons tijdschrift. Ik heb vandaag nog moeten gaan googlen wanneer is het nu ontstaan. Blijkt toch terug te gaan tot 1976. Maar omdat die redactie in een constante evolutie geweest is altijd, moet ik dus het antwoord op die vraag schuldig blijven. Het heette al Deus Ex Machina toen ik erbij kwam. En sindsdien gaan wij zo ver. Wat mij trof was de mooie genderbalans in de redactie. Ik ben blij dat het u positief treft, want we hebben daar ook heel veel moeite in gestoken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk, we zijn 2021, het is toch maar logisch. Alleen is het gemakkelijk om dat als een soort beginselverklaring naar voren te schuiven. Wij gaan dat doen en wij gaan de diversiteit van onze redactie, niet alleen qua gender, maar ook qua achtergrond, qua leeftijd zelfs. Mm-hmm. Jonge redactie, hè? In de laatste jaren sterk verjongd, ja. Want ik ben als jonge dertiger nu toch al, ik zal niet zeggen een ancien, maar toch, ik zit er toch al eventjes tussen. Ja. Maar ja, ik ben blij dat het begint op te vallen dat die, je mag dat geen inspanning noemen, hè, maar dat die zoektocht naar diversere stemmen, dat eindelijk ook naar buiten toe zichtbaar wordt. Je moet je ook afvragen of en dan heb ik het alleen maar over leeftijd. Een nieuwe generatie jonge kunstenaars, of die per definitie geïnteresseerd is om in zo'n analoog ding te staan. We hebben natuurlijk het voordeel dat een mooi vormgegeven tijdschrift is, meestentijds. Maar dat is de eerste. Dat is de vraag die aan al die andere vragen vooraf gaat. Je kunt wel zeggen, mijn huis staat open voor u allen, maar dan zijn u allen per definitie geïnteresseerd om mee te doen? Er zijn nog zoveel jonge, nieuwe talenten te ontdekken die wij proberen bij ons te krijgen. Om ook te laten zien, net te laten zien, dat een literair tijdschrift vandaag de dag, dat niet die stolp is waar men het vaak voor verwijt. Hè. Er bestaan toch nog altijd. En ook op plaatsen waar je het niet zou verwachten binnen het beleid. Plaatsen waar je het alleen maar elitaire hobby is en alleen maar geldklopperij. Ik ben ooit in de wandelgangen van de Singel door een cultuurbonds aangeklampt die mij voorrekende in Belgische frank, terwijl we toen toch al 12 jaar in euro betaalden, wat zo één boekje aan de belastingbetaler kostte. Dus, en dat proberen we een beetje tegen te ageren, gewoon door ons ding te doen. Laat het gelezen worden, laat het zijn publiek vinden. Dat is eigenlijk de droom die wij hebben. In non-covid-tijden was het relatief eenvoudig. Je kon evenementen organiseren, je lezers ontmoeten.
En nu, ja, is het een kwestie van dat levend te houden tot we binnenkort weer eens boven de grond mogen komen. En dan denk ik dat wij een soort super deluxe voorstellingsevenement gaan doen. Mm-hmm. Van alle nummers die we in die twee barre jaren van de laatste jaren hebben gemaakt. Nog een slotvraag. Ja. Over enkele jaren bestaat het tijdschrift 50 jaar. Hebben jullie iets bijzonders in gedachten? Ik kwam het aan het begin van het gesprek te zeggen dat zelfs de geschiedenis van het tijdschrift is voor mij ook een beetje een blinde vlek. In die zin, ik ken de mensen. Ik loop nu 5 jaar mee langs die weg en een aantal van die mensen zijn dezelfde gebleven. Ja. Maar wij moeten inderdaad onze voorouders bij Deus Ex Machina dringend gaan zoeken. Al was het maar om hen te eren en al was het maar om toch ook eens te vernemen van wat vinden jullie van jullie kindje 50 jaar later. Dit is natuurlijk een vakblad, maar ik denk wel dat het interessant kan zijn voor iedereen die op een of andere manier interesse heeft in het cultureel erfgoed.